5, 4, 3, 2, 1, 0. Ze weten dat ik het wel echt heel leuk vind. Maar voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in techniek is het wel, uh, wel wat lastiger. Uh, en vooral ook, ik heb vandaag heel vaak de vraag gekregen... wat nou eigenlijk de challenge is en hoe je eigenlijk uh, wint. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van het gesprek dat ik heb gehad met Tessa en Roos van FTC-team De Brul in Zeist. En het gesprek is opgenomen tijdens de vijfde Leak Meet op de school van dit team in Zeist. En Tessa en Roos hebben beide meegeholpen met de organisatie van deze Leak Meet. Mijn naam is Ronald Scheer van FRC-team Rembrandt uit Eindhoven en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering nummer 23 in de podcastserie van de First Tech Challenge Benelux. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van de First Tech Challenge Benelux. En vandaag ben ik in Zeist, in de school die heet De Brul. En ik heb vandaag nu twee teamleden van het team van De Brul aan mijn tafel. En ik kijk naar Roos. Welkom, Roos. Hallo, welkom. En ik kijk naar Tessa. Welkom, Tessa. Ja, dankjewel. Roos, voor degene die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent? Ja, uh, nou, ik ben Roos en ik zit bij het robotica team van De Brul. Ik uh, doe al een aantal jaar mee. En dit is eigenlijk mijn uh, laatste jaar dat ik hier aan meedoe. Helaas. Ah, je kan toch door straks naar FRC? Ja, dat kan. En je ja. kan ook betrokken blijven bij FTC als coach? Ja, ja, zeker. Dat zag ik ook al wel. Dat is ook wel heel leuk. Of als vrijwilliger. Zeker. Tessa, voor jou dezelfde vraag. Ik ben Tessa. Uh, ik zit hier ook in het Robotica-team op de brul. Ik uh, zit nu in de zesde klas. Dus ik doe dit jaar eindexamen... Uh, en dit is voor mij het eerste jaar dat ik uh, meedoe hier aan. Tessa, het team bestaat uit meer dan twee mensen. Kun je vertellen wie er nog meer in het team zit? Ja, we hebben een uh, vrij groot team. Uh, en iedereen in ons team heeft eigenlijk een soort klein deelonderwerp gekregen waar ze zich op focussen. Ze focussen, Roos en ik, uh, ons vooral op uh, het organiseren van de wedstrijd hier. En dan hebben we. Uh, Petter die heeft onze arm gemaakt. We hebben een hele gave arm die een soort uh, schaarbeweging uh, maakt om zo omhoog te komen. Hebben we hebben Arthur en Prechtje die, doen, uh, die focussen zich op het uh, autonome gedeelte. Uh, en Juliette en Floor die zijn vooral bezig met het uh, uiterlijk van de robot. Dus, uh, dat, de, dat de robot er ook een beetje mooi uitziet. Lekker groen. Ja, <laughs> heel groen is onze robot. En... Frank en uh, Martijn die hebben de hand gemaakt waarmee de robot uh, uh, pionnen vastpakt. Heel goed. En jullie teamnaam is ook de brul? Ja, oh, en zijn Berend. Berend. Oh ja, en Berend, Berend die ja. is gewoon de coach. Die doet al jaren mee. Die stuurt ons allemaal, die weet van alles wat: van het programmeren, van de hardware, van hoe, uh, waar, waar je punten op kan scoren. Dus hij is eigenlijk uh, de echte coach. Ja, Berend is wel degene waar iedereen naartoe kan ja, gaan. Ja, Berend. En... Ik heb Berend <laughs> nodig. Berend is jullie docent? Nee, nee, nee. Berend is gewoon een leerling. Maar die weet er echt heel veel vanaf. Die doet het echt in zijn vrije tijd. Ja, die uh... doet het al vier jaar ook, geloof ik. Ja. Dus uh, heel ervaren ook. Mm -hmm. Zijn er docenten bij betrokken? Ja, we hebben de TOA, die is heel erg betrokken. Dat is heel erg fijn. En uh, de natuurkundendocent ook. En hebben die ook een naam? Uh, ja, zeker. André en René. Ja, en uh, uh, Mirjam Roels yes. die dit, uh, helpt ons ook. Maar ja. die is uh, eigenlijk geen docent meer hier op school, maar die wil nog wel heel graag uh, helpen. Ja, die deed ook het openingswoordje uh, hier. Oh ja, en die heb ik zeker uh, gezien. En uh, we gaan dadelijk praten over jullie robot van, van in deze FTC-wedstrijd. Maar hebben jullie ook meegedaan aan First Lego League? Ja, ik uh, heb er wel meegedaan. Dat is al wel een tijdje geleden, toen was ik iets jonger. Dat vond ik ook heel leuk. Het is eigenlijk uh, nou, het is niet hetzelfde, want het is. Uh, Echt volledig autonoom. Maar het is wel heel grappig omdat je op die manier al meteen leert bezig te zijn met programmeren. En je hebt daar ook eigenlijk ook een soort challenge en opdrachtjes die je moet voltooien. Dus leer je ook al meteen een beetje oplossend denken. Ja, en als je dan kijkt wat jij zoal uh, hebt geleerd in de afgelopen tijd? Wat ik voornamelijk heb geleerd, is echt wel uh, na het samenwerken en communiceren in een, in een groep als het ware. Aangezien wij uh, vooral hebben gefocust op het organiseren van de wedstrijd, heb je toch vaak. Verschillende mensen van de school nodig en dan moet je toch ook een soort schakelpunt zijn uh, daartussen. Jullie hebben het vandaag georganiseerd, Roos. Ja. Kun je eens uitleggen wat komt er zoal bij? Kijken? Uh, er komt meer bij kijken dan uh, dat we in eerste instantie dachten. Uh, we hebben natuurlijk de lunch geregeld als school. Dat is wel heel erg fijn. Dus uh, onze originele uh, kantine uh, die regelt dat. Voor elk team dit uh, een lunch. Uh, we hebben ook wel wat gedaan aan PR. Dat is ook wel belangrijk dat het natuurlijk een beetje onder de aandacht komt. Dat de wedstrijd hier is. Want uh, er is ook, een, uh, is ook veel ruimte voor het publiek hier. Dus we hebben een mooie centrale ruimte. Dat je vanaf bovenaf op de wedstrijd kan kijken. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, ik weet uit ervaring, de lunch smaakte er heel erg goed. <laughs> ja. En uh, het van boven kijken naar het centrale plein waar het gebeurt, dat is echt wel Dat is top. heel fijn, ja. Kan je alles echt heel goed zien. Ja, dat is ontzettend fijn aan deze locatie. Um, zijn jullie ook regelmatig vandaag te vinden in de pit area? Ja, zeker. We zijn echt overal te vinden vandaag. We, we zijn vooral wel, richten ons vooral wel op de klusjes zoals de wegwijzen. Weg en uh, er, kom, er komen mensen van het uh, FTC-team naar ons toe van uh, kunnen, kunnen jullie dit regelen en dat. Een stilteruimte was er ook uh, blijkbaar voor mensen die wat stilte nodig hebben. Uh, maar we helpen ook wel met uh, het, uh, het programmeren en het bouwen van de robot. Alleen daar hebben we ook al wel veel, uh, genoeg mensen in het team voor. Dus die kunnen dat ook heel goed. Als je dan in de pit area rondloopt en je ziet je eigen robot, kun je eens voor de luisteraar die de robot Tessa niet kent, kun je eens beschrijven hoe jullie robot eruit ziet? Nou, onze robot valt best wel op doordat we een schaarmechanisme hebben. Dus je ziet de verschillende lagen zo dwars op elkaar liggen. We hebben een mooie groene achterkant waar ook ons logo van de school op staat. En Ik denk dat je daar wel voldoende aan hebt. Ja, ik heb net een wedstrijd gezien waar die actief uh, was. Ik uh, ja. kreeg de indruk dat jullie die niet hebben gewonnen. Klopt dat? De eerste wedstrijd hebben we wel gewonnen, maar de tweede wedstrijd helaas niet. Daar viel uh, de robot even uit. Het begin dat was echt heel pijnlijk. We zaten echt van boven. Ja, alleen dan hadden we even pro wat uh, problemen met, uh, met de telefoon en de connectie met de robot. Ah, is ja. dat het probleem? Ja. En die, die schaarlift die jullie ja. hebben gebouwd, is ja. dat een, een, een groot voordeel, denk je, ten opzichte van de concurrentie? Ik denk het wel, want we zien heel veel hetzelfde uh, ontwerp. En uh, bij de vorige wedstrijd was het ook heel leuk. De commentator gaf daar zo uh, uh, commentaar op dat het heel uniek was. Uh, en ik denk dat we daar wel echt mee, ons voordeel uh, mee kunnen doen. Ja, en waar was de vorige wedstrijd? Uh, in Eindhoven hadden we die. Bij Lorenz Casimir. Ja, daar, daar waren wij. Tessa, wanneer is voor jou dit seizoen geslaagd? Nou, wij hopen heel graag met ons team uh, door te gaan naar de finale, naar de volgende ronde. Um, maar ook als dat niet gebeurt, vind ik het wel, eigenlijk vind ik het al wel geslaagd als we alle wedstrijden hebben kunnen doen. Want ik vind het heel gezellig en ik uh, ben ook blij dat het hier, hier zo goed gaat. Ik denk dat de, dat de wedstrijd al vrij snel geslaagd is als we goed hebben meegedaan en alles hebben kunnen laten zien wat we kunnen. En op uh, welke momenten Roos zijn jullie uh, door de week aan uh, het werk aan de robot? We hebben donderdag een vast moment waar we met het team uh, bij elkaar komen, uh, dat we even bespreken van wat hebben we deze week gedaan, wat moet er nog gedaan worden voor de wedstrijd en voor uh, ja, de wedstrijd hier ook op de brul en aan de robot. Um, en voor de rest gewoon in uh, tussenuren vaak kun, gaan we naar het beta lab, hebben we een prachtige werkplek daar en dan kan je er gewoon zelfstandig aan werken. Het Beta Lab. Ja, het Beta -lab. Daar zijn we vaak te vinden. Ja, dat is uh, wel de plek. <laughs> ja. Oké, okay, is dat vandaag toevallig uh, te bezichtigen? Nee, dan? helaas niet. Dat ligt iets verder weg. Uh, het is een grote school hier, dus uh, dat ligt een beetje aan de andere kant. Oh. Oké. Okay. Jullie werken er op donderdag aan. En, uh, is dat in, tijdens de, de les of is dat uh, in je vrije tijd? Uh, dat is in onze vrije tijd. We zijn altijd het zesde uit op donderdag. Uh, en dan komen we na onze lesuur. Uh, komen met z'n allen bij elkaar. Dus dan is het ook hobby, en want je vindt het echt leuk om te ja, doen. Ja, zeker, dat is ook fijn dat uh, er echt mensen in het team zitten die het echt leuk vinden. Dus iedereen wil er echt uh, tijd aan besteden. En als je dan aan vriendinnen moet uitleggen wat je aan het doen bent en waarom dat zo tof is, wat vertel je dan? Meestal weten ze weten dat ik, het, dat ik het wel echt heel leuk vind. Uh, maar voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in techniek, is het wel, uh, wel wat lastiger. Uh, en vooral ook, oh, ik heb vandaag heel vaak de vraag gekregen: wat nou eigenlijk de challenge is en hoe je eigenlijk uh, wint. Ja, en wat is dan jouw antwoord? Uh, nou, dan leg ik het uit over de junctions en uh, het parcours en de beacons en de autonome periode: dat je daar uh, zonder besturen de autonome periode, periode doet. En meestal vinden ze het wel echt heel leuk, er is ook heel veel. Uh, Heel veel bezoek vandaag. Veel vrienden en vriendinnen en familie. Oh, leuk. Ja. En die junctions, dat zijn de gele palen. Ja. En daar moet je uh, bij voorkeur een patroontje in gaan leggen. Ja. Een soort vier op een rij, klopt ja. dat? Ja, van de linker, dus van linksboven naar rechtsonder of andersom. Ja. En dan krijg je horizontaal of verticaal ook strepen? Nee, alleen uh, schijn. Oké. Okay. En um, je zei uh, beacon, misschien ja. kun je ze uitleggen voor de luisteraar die dat niet kent. Ja, de beacon is eigenlijk een zelfgemaakt icoontje. Uh, of het kan iets zijn dat je op de koon legt. En in de endgame, dus de laatste 30 seconden, uh, krijg je daar extra punten voor. Als je die op de junction, dus de gele paal, zet. Ja, en die beacon moet ook een bepaalde kleur hebben. Ja, want je speelt uh, rood of blauw. En dan moet je dus de kleur pakken waarmee je speelt. Dus dat betekent dat jullie twee. Beacons hebben? Ja, dat klopt. En daar staat ook jullie logo op? Ja, uh, onze uh, nummer vooral. Ah, oké. Okay. Ja, wij hebben een soort van kroontje gemaakt die je om de koon zet. Ja, want hebben jullie ook een, een mascotte of een logo of heb je alleen die gifgroene... Ja, we hebben van deze zelfgemaakte hesjes, heeft uh, Mirjam Roels dus gemaakt. En uh, we hebben het logo erop gestreken, maar eigenlijk is het logo van de brul ook ons logo. Ah ja, het logo ja. is eigenlijk in letters jullie... Ja, uh, in de jullie brul. Oké. Okay. En uh, heb je regelmatig contact met uh, andere FTC-teams? Tessa? Nou, niet regelmatig. Maar wat wel uh, grappig was, is dat uh, gisteren waren hier al uh, vier Duitse teams. Want die slapen hier in de buurt. En die waren gisteren hier bij ons op school geweest. En hebben ook uh, lessen van ons gevolgd. Dus ze zijn in de biologie les geweest. Ja, dat was echt heel leuk. Ja, dat was heel grappig. En uh, ze hebben ons ook geholpen met het opzetten. Dus dat was ook heel erg fijn. Dus uh, het was wel heel erg gezellig gisteren. Ja, ik weet dat als wij vanuit Team Rembrandt naar Amerika gaan, dan proberen wij ook altijd een dag te plannen vlak voor het evenement om te helpen met het opbouwen van het veld in Amerika. Ja, dat is heel fijn. Ja. ja dat is ook hartstikke leuk, want daar uh, zie je niet alleen de volunteers die gedurende de wedstrijden er ook altijd zijn, maar zeker ook andere teams. En we gaan ook altijd wel op bezoek bij een ander team in Amerika. Super tof. Dus mijn tip, ga binnenkort ook eens met jouw team op bezoek bij een ander team. Ja, ja vet. Ja, leuk, ja. Weet je wat het dichtstbijzijnde team zou zijn, wat hier in de buurt zit? Boni, toch? Ja, Boni. Bonifatius. Bonifatius. Zo heet het team, of is dat de dat school? Dat is de school. Ik weet... Tessa, ik vroeg jou zo straks, wanneer is het evenement voor jou geslaagd? Je zei uh, iets met een uh, kampioenschap, althans zo heb ik het onthouden. Zijn er awards ook die jij uh, kent? Ja, wij willen zelf als team graag voor de... Inspire Awards gaan. Voor de luisteraar die de Inspire Award niet kent, Roos, kun je uitleggen wat die award inhoudt? Ja, uh, na deze wedstrijd kan je een uh, logboek inleveren. Uh, daarmee uh, beschrijf je eigenlijk hoe de robot tot stand is gekomen, tegen welke problemen je aan bent gelopen, of wat je nog meer hebt gedaan erbuiten. Bijvoorbeeld, wij hebben onze, onze giletjes uh, in groen, kunnen we daar ook in zetten. En eigenlijk dat je als team uh, ook goed samenwerkt met andere teams. En daar kan je... zijn heel veel awards voor. En uh, één daarvan is de Inspire Award. Je hebt ook bijvoorbeeld de Design Award voor je robot. Dat hij er zo uh, vet uitziet met een mooi design, mooie kleuren. Ja. En uh, hoe kijken jouw ouders eigenlijk uh, naar het, uh, jouw deelname, Roos? Ja, die vinden het echt heel leuk. Dus ik kwam ook uh, een paar jaar geleden... Uh, Gingen ze ons brengen naar de wedstrijd. Dus dat was ook wel heel erg leuk. En toevallig is mijn moeder nu bovenaan te kijken. En uh, mijn vader komt ook. En mijn oom. Dus dat is wel heel erg leuk. En die vindt heel erg leuk dat uh, ja, ik eigenlijk zo met uh, techniek bezig ben. De toekomst van robots. En je zit nou 6 VWO? Ja. En dan heb je al een keuze gemaakt voor je vervolgopleiding? Ja. Ik wil naar de TU Twente. Hele goede keuze. Ja. <laughs> Daar heb ik heel veel zin in. Weet je welke opleiding je wil gaan doen? Ja, Advanced Technology. Het is dus niet zo'n bekende studie, het is een beetje heel erg breed. Natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatiekunde. Oké, okay, ja, ik heb ook aan de Universiteit Twente oh, gestudeerd. Oh, leuk, leuk. Vandaar dat ik zeg, goede keuze. Ja, wat heb jij gestudeerd? Toegepaste onderwijskunde. Oh, Oké, okay, leuk. Ja, dat heette later uh, Educational Design and Management. Tessa, jij zit ook in 6 vwo Ja, klopt. En wat ga jij hierna studeren? Ja, ik wil toevallig ook uh, naar de Universiteit Twente. Volgend jaar. Ja. Met z'n allen. <laughs> Nee, en ik wil uh, mechanical engineering gaan doen, dus werktuigbouwkunde. Uh, ja, ik vind vooral natuurkunde ook heel erg leuk. Dus dat uh, het sluit hier ook wel mooi bij aan. Ja, super tof. Heb ik afsluitend nog iets gemist of willen jullie nog wat toevoegen? Ja, het was heel leuk dat we uh, dit mochten organiseren. En uh, hopelijk komt iedereen volgend jaar terug. Dan rest mij niks anders om jullie beiden te bedanken. Roos, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van ons gesprek? Uh, ja, gezellig. Tessa, dankjewel. Ja, nee, jij ook bedankt. Hoe kijk jij terug op het gesprek? Uh, ja, wel leuk, maar ik vond het ook wel moeilijk af en toe om echt uh, ja, veel te vertellen. Ja, snap ik. Jullie weten ontzettend veel. En dat, uh, ik vind ook dat jullie het supergoed hebben gedaan. Dus nogmaals dank. En ik wil tenslotte ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.